Ben, Nick en Simon. Kom binnen. Dank u. Ja. Bijna. Dus, sorry? Laptop even opstarten. Zal ik Simon eens bellen? Deze is niet zo snel, hè? Nee, ja. Jet kwestie. Ja, we gaan soundchecken. 1 minuut. Top. Doei. Ik had ook een heel rondje gelopen in dit gebouw. Dus een artiest in gaat doen. Zie jij ook, hè? Zo. En min 1, toch? Zei Wietse. Ja, naar beneden toe en dan te zien. Dat ging snel. Ja, een stuk sneller dan vanmiddag, hè? Yeah. Ja, maar het begon al. Ik kwam daar met die geluidsjongen. Ja, ik moest hier om 9:30 zijn, maar ik ben er net. Het was 12:00. Dat was lekker erbij. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, dit hoort er ook bij, hè? Elke dag. Ja, ik was mijn kleed vergeten. Ik leen hem even uit. Ja, pak even een stukje met die. Zo, pik. In de coverband, Nicky en ik. En toen kregen we in 2014 kregen we de theatertour van LA The Voices. En zo van het een kwam het ander. En toen kwamen we bij de Dinnershow in Aalsmeer terecht. En toen kwamen we bij Nederland Muziekland, SBS6 programma terecht. Ja, toen vanaf die tijd zijn we echt als begeleidingsband heel erg actief. Mick is gewoon een goede drummer die gewoon dingen altijd goed kent en lekker voorbereid is. Prima. Ja, ik kan er wel nog lang over lullen, maar ja. dat is En wat is dan typisch Mickey? Hard. En veel. En veel eten. Nu gaan we weer lekker belangrijk doen. Eten. Ja, ik denk gewoon met zelfvertrouwen gewoon meteen iets door van me. Mickey heeft ook wel schijt aan. Rabo Theater in Hengelo met Nicky Simon vanavond. Ja? Ik hier. Dus, dat wordt gezellig. Mickey is voor mij een heel bijzonder persoon. Het is namelijk zo'n goede collega, een goede vriend van. En ik ken Mickey nog van dat hij zeg maar echt zo. En dat mocht hij op een gegeven moment ergens meedoen. En dan dacht ik bij mezelf: oh, dat is schattig. Hij komt daar maar vanaf, van die reputatie. Hè, dat iedereen zegt: van, oh, dat is schattig. Maar daar is hij wel goed mee bezig. Zeg maar, de schattige is er wel af. Ik moest laatst, viel ik in.
Als vliegen bij Dre Junior. Op Melodica. Late Night. Echt heel leuk, ja. Dus, maar toen vroeg ik aan Marcel, want, maar wie is de bandleider eigenlijk? Maar zijn vrienden is het leuk, omdat ze daar willen staan. Cool. Het werkt wel. Ja. Okay. Dus. Oh ja, maar goed. Ja, oké. Want overal zijn spiegels, behalve... Ja, super goed uit. Ja, we doen wel beter. Wij werken nu al een aantal jaren met Mickey en we kennen hem weer omdat de bandleider Marcel Visser is Mickey's vader. Dus dat was de aanleiding en Mickey valt af en toe nu in. En het is heel leuk. Je ziet hem enorm groeien. Je ziet hem steeds beter worden. Knokt hij ook voor. En dat knokken is ook nodig, want hij komt wel uit de generatie. Er zijn heel veel opkomende drummers nu die ook ontzettend goed zijn. Dus daar moet hij ook zeker voor vechten. Maar ik voorspel wel dat het zeker bij de top 5, top 3 drummers van Nederland kan gaan worden. En hij is heel hard op weg natuurlijk. Heb je nog een bepaald ritueel of iets voordat je gaat spelen? Nee, zeker niet. Gewoon doen? Ja, gaan. Het enige nadeel is dat u momenteel meer vrouwelijke aandacht krijgt dan wij. Dus dat is wel een dingetje waarop het nog stuk kan lopen tussen ons. Ja, vind je dat wel pijnlijk iets? Ja. Hey, 3 minuten, dus ik moet op. Ik vind van mezelf dat ik wel redelijk goed bezig ben, maar ook nog kan verbeteren. Maar ik merk ook wel dat het steeds beter gaat met mezelf. Nou ja, als het zoals het nu gaat en dat nog even kan doorgaan, dat zou wel fijn zijn. Gewoon nog meer werken en nog meer spelen. Met leuke mensen. Er zijn genoeg dingen die ik gratis doe, maar dan moet ik het wel leuk vinden. Of laat ik het zo zeggen, het moet me geen geld kosten. In ieder geval geld is niet... Niet de drijf. Nee. Zo gek zijn we nu, hoor. Nee. Ik vind een drum solo met een theedoek over je hoofd, dat is niet alledaags. Ja, dat hoop ik nog altijd als... De drumsolo bij André Hazes in de hole. Ja. De tweede helft kreeg ik een t-shirt over me. Dat is voor ons in principe zo. Ja, dat was puur show. Wow. Is puur show. Het is goed uitgepakt. Ja. Ik wil wel, ja. André, als je kijkt, ooit een keer zo'n rails komen en dan wil ik over de kop. Ja, dat is mijn levensdoel. Als ik een drum solo geef, terwijl ik in zo'n achtbaan ding zit dat over de kop gaat, dan heb ik een groot doel bereikt. Tommy Lee en zo, Travis Barker, die mensen hebben het allemaal gedaan. Wil ik ook. Contact met hem en we zorgen ervoor dat hij zijn leven weer op de rit krijgt. Oké, gelukkig. Fijn dat hij zulke steun heeft. Ja, heb je dat? Dat helaas niet op beeld staat. Of heb je gefilmd? Oh, ja, dat komt nog wel. Oké. Hij zegt straks nog.